Een criminele organisatie verstopte een bom in het huis van de Nederlandse ambassadeur in Peking. Het motief? Dat is nog niet duidelijk. Maar die bom moet zo snel mogelijk onklaargemaakt worden. Gelukkig zijn de beste van de beste agenten in de buurt om de bom te ontmantelen. Remco studeerde top of the class af in frituurwetenschappen. En ging direct door naar de cafetaria van het AIVD. Waarna hij een baan kreeg aangeboden als undercover snackbaragent. Jebber stopte na 9 jaar met zijn MBO 3 opleiding, ontdekte per toeval verboden chemische stoffen in zijn haargroeimiddel en rolde zo binnen bij het AIVD als haargroeimiddelspecialist. Het lot van de wereld ligt in jullie handen. Als jullie de bom niet op tijd weten te ontmantelen, ontketenen jullie een nieuwe friet-slash-patat discussie. Ik vertrouw op jullie. Succes, heren. Oké, Jebber, ik ben er klaar voor. Ik heb hier de bom voor mijn neus. Ja. Je weet wat er op het spel staat, hè? Ik weet het. Een nieuwe friet-slash-patat discussie. De bom ligt op tafel en we hebben slechts 5 minuten om het te ontmantelen. Oké, ik heb... Laten we beginnen met de draden. Oké. Ik heb 2 zwarte draden, een blauwe draad en 2 rode draden. 2 zwarte draad? Een blauwe draad en 2 rode draden. Dus je hebt 5 draden totaal? Ja. Ja. Is de laatste zwart? Nee. Je hebt geen gele, toch? Geen gele draden, Jammer. Eerste draad doorknippen. Yes. Oké, het kleurenspelletje. Oh jee, die met die... Ja. 4, ja. Hij begint met geel. Groen. Ja? Geel, groen. Groen, geel. Ja. Oh, de wekker ging ineens af, Jezus. Oh jee. Schrik mij een hoedje, joh. Geel, groen, groen. Dus dan wordt het groen, groen. Of groen, nee, dan geel, wordt het groen, geel, geel. Groen, geel, geel. Yes, die hebben we gehaald. Dan heb ik nog. Dan heb ik nog een klokje met hertz, megahertsen. Oh nee. Met hertz? Oh met ja. FM. Hoe werkt die ook weer? Zo'n soort radiootje. Er staat een ZD op. Oh, dat is een cent. Oké, dus ik moet gewoon... Jij moet gewoon zeggen... loop me er maar doorheen. We hebben nog 3 minuten. Interpreteer het signaal van het flitsende licht met het morsecode. Oh, het morsecode natuurlijk. Oh ja. Het is... Zo. Kort. Wacht even. Het is... Kort, kort. Hé, hoe moet ik dit doen? Oh, dat weet ik niet. Even kijken. Wanneer begon die ook weer opnieuw? 1, 2, 3. Er is een zeer lange pauze voordat het woord zich herhaalt. Ja, zeer lange pauze. Ja. Dus het is kort, 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 kort. Nee, 4 keer kort. 4 keer kort. Ja. H. En wat moet ik daarmee doen met de H dan? Ik moet toch op... Nee, maar ik onthouden. Er komt een woord uit. Oh ja, maar ik snap het. Ik ben een beetje in bang, in angst. Maar dit kan helemaal niet. Ik weet niet hoe het werkt. Je moet een woord uitkomen. En ik heb een rij met woorden, een tabelletje. En naast elk woord staat hoeveel, wat voor frequentie die moet staan. Oké. Ik weet niet meer op wat de basisfrequentie stond. Dat maakt niet uit. Oké. Ik moet wel zeggen op hoeveel die gaat. Hoe lang hebben we nog? Ik ben nog een minuut. Oh, waar zit hij? Oh, nog 1,5 minuut. Oké. Ik moet dus doorgeven hoe vaak die knippert. Of niet? Ja. Per letter. Er zit een wat langere pauze tussen elke letter. En een hele lange pauze. En daarna begint hij opnieuw. Die lange pauze. Ik heb 3 keer kort. 3 keer kort, ja. Dat is die H. Nee, dat is dan een 3 keer kort is S. Oké, S. Kort, kort. I. Kijken nog een keer hoor. Nee, ik denk dat ik 3 keer lang heb. Oké, is er al iets met SI in het begin? Zie je al iets staan? Nee, al wel met een S in het begin, maar niet SI. Wat is het begin met S? Dan gaan we dat gewoon proberen. Hoeveel hertz, zeg maar? Laatste minuutje ingegaan. 3.505. 505. Klaar? Zeker? Ga ik nu drukken, hè? 3, ja. 2, 1. Oh, die is fout. Oh. Iets anders. Iets... Oké, dan wordt het... Dan wordt het... Ik ben het... Oké, nu gaat het weer. Oh, het is lang, kort. Nee, het is lang, lang, lang. 3 keer lang, kan dat? 25 seconden. Oh, jawel, keer... oh, ja, het is een O. Oh? Oh, nee, zeg maar. 3.535, 535.
Ja, we hebben de wereld gered! Yes! Met nog 7 seconden op de klok, Jibber. 7! Dat scheelde veel te weinig. We hebben ontmanteld. Lekker gedaan, Jibber. Ik ben er klaar voor. Oké, okay, zeg het maar. Oké, okay, ik heb nu al... Ik heb geen draden! Dat is jammer. Dat is flauw. Ik heb een grote rode knop waar druk op staat. Als de knop... Als de knop... Als de knop rood is en er staat vast, houd de knop, druk de knop in en laat onmiddellijk los. Als geen van bovenstaande regels van toepassing is, houd de knop vast en refereer naar loslaten van vastgehouden knop. Wat is loslaten van vastgehouden knop? Elke andere kleur, strip... welke kleur is die strip die erbij zit? Niks. Zit toch een strip naast? Ja, ik heb die knop nog niet ingedrukt. En die strip staat op zwart. Ha, joh, hou maar even vast. Houd de knop vast en refereer naar... Ja, laat los wanneer de knokken 1... Oh, oké. Okay. Laat los wanneer de tijdklokken 1 in een van de posities heeft. Ja. Oké, okay, ander spelletje. Ik heb 5 letters die je kan veranderen. 5 letters. 5 letters. Cijfers of letters? Letters. Oké, okay, hoe ziet het er ongeveer uit? Oh, ik zie. Het zijn 5 letters, een soort slot is het. Ja, met knopjes boven en beneden. Zeg maar per letter. De knoppen boven en onder elke letter doorloopt alle letters voor die positie. Een wekker? Wie zet hier ook een wekker neer? Ja, ik schrok er net ook helemaal mezelf een hoedje ervan, Jabbert. 1 combinatie van de beschikbare letters voor... Oké, okay, welke letters staan er? Nu een U, Z, Y, W, V. Maar ik heb de eerste veranderd. Gelukkig. Volgens mij is het eerst een I. De knoppen boven en onder elke letter doorloopt alle letters voor die positie. Dus 1 combinatie van de... Jongen, ik vind dit zo lastig. Waarom krijg ik een moeilijke bom? Dat weet ik niet. Ik had gewoon een makkelijke bom. Dat jij expert haargroeimiddel bent, Jibber. Oké. Oké, 1 combinatie van beschikbare letters. Oh, waarom snap ik het niet? Waarom ben ik zo dom? Ik heb ook een Simon Zegt. Laten we Simon Zegt eerst doen. Ik heb geen klinker. Ik zoek eerst Simon Zegt. Ik zoek waar die op zit. Oh, ik ben al verwerkt. Leg gaat nu uit. Kom op. Zijn we nu al bij 1 minuut nog? Nee, nog 2,5. Waar staat Simon Zegt dan? Oh, over wat... Oké, okay. Je hebt een klinker. Ik heb geen klinker. Geen klinker? Oké, okay. Heb je al een fout? Nee, hè? Nee, en rood knippert. Rood knippert, dus als rode flits, geen fout, blauw. Oké. Okay. Rood-geel. Dan wordt het blauw-rood. Oké. Okay. Rood-geel-groen. Blauw-rood-groen. Ja. Ja. Rood, geel, groen, rood. Blauw, rood, groen, blauw. Oh, hij gaat nog verder. Rood, geel, groen, rood, rood. Blauw, rood, groen, blauw, blauw. Ja, klaar. Nou moet alleen die nummers hoor, we hebben 1,5 minuut. Of die letters. Ik weet gewoon niet... De knoppen boven en onder elke letter doorloopt alle letters voor die positie. Ja, niet elke letter zit op elke positie, zeg maar. Oh, oké. Okay. Elke positie heeft een paar letters. Wat is de eerste? Is een U. Nu een I. Een I. Er zit ook een U bij. En de tweede? Z. Maar de... ik snap gewoon niet wat ik moet doen. En nou begint er een rode lamp te knipperen. De combinatie van de beschikbare letters vormt een van de onderstaande wachtwoorden. Wat? Noem die woorden op. Ja, er staan echt 100 woorden. Buurt, elfde, emmer, feest, hallo, hoezo, eiken, ijsko, intro, jawel, joker, letter juist, knieko, krek... Woorden met een U. Eerste letter met een U. Eerste letter met een U? Die is er niet. Nou, door, R. R van rood. Er zit geen rood tussen. Er zit ook geen met een R tussen. J. Van jammer. Jawel. Het is het woord jawel. Kan niet. Ijsko? Dat begint met een I. Juist, J-U-I-S-T. Oh! Oh! Hebben we hem gehaald? 7,5 seconden over. Hoi, Jibber. High five.
High five. Wow. Oh, man. Dat was kantje boord, zoals ze dat zeggen, Jibber. Dat hartje gaat helemaal tekeer. Weet je wel wat wij gewoon tegengehouden hebben? Een nieuwe friet/patat discussie. Precies. Jeffrey Blom, bedankt dat jij met mij de wereld wilde redden. Graag gedaan. Ik ben vereerd dat ik met jou de wereld heb gered. Nu kan iedere friet- en patatboer rustig slapen in de hele wereld ooit. En precies. Zullen we voor altijd het woord aardappelreepjes gebruiken. Vind ik een mooi woord. Hey, kijkertjes van de One Up Up, bedankt voor het kijken. Kijk ook eens naar de Twitch, waar ik eigenlijk iedere avond live ben. Heel gezellig. twitch.tv/OneUpUp. Staat in de beschrijving. Volg mij op Twitter. Volg Jabber overal. En dan zien we jullie graag de volgende keer. Joejoe! Joejoe!